moest je lopen. We zijn nou op een plek wat ik niet ga vertellen. Het is echt, voor mij is dit gebied in jaren, eeuwen aangeraakt door mensen. Het enige wat hier gebeurt is het hekje dat hier neergezet is. En voor de rest, zelfs het hekje is gewoon van natuur. Dat zijn gewoon oude boomstammen in 3 stukken gehakt. Ja, en die boomstammen staan hier ook nog, ja. Ja, dus echt. Het enige wat menselijk hier is, dat is dat hek daar. Maar voor de rest, je ziet ook allerlei dieren hier. Herten, bijen. Het is trouwens zo lekker weer. Het is 20 graden of zo. Een rare aap die tegen een camera loopt te praten. Een rare aap die met een bril oploopt, waardoor je niks kan zien. Ja, echt. Het is een ongelooflijk mooie dag. Het is lekker weer, warm weer. En we gaan zo meteen nog even kijken daar zo. Maar het is goed. Mijn accu's zitten alle drie in self-discharging status. Dus dat uitkijken als ik ga vliegen. Niet te ver weg. Wat? Self-destruct mode staat aan of niet? Nee, self-discharge, niet self-destroy. 3, 2, 1, bam! Gans in volle glorie. Wauw! Is dat een gans? Hier, eens kijken. They are fighting! Ongelooflijk. Dat zijn ook ganzen die ik niet vaak zie. Zijn geen wit. Maar ze bleven zitten, ze gaan nou in één keer... Nee, dat klopt. In ieder geval een mooi stukje natuur. Dieren overal. Het is de perfect harmony tussen natuur en mensheid. Want daar in dat bos waar we eerder hadden vlogen, Schoonlo en dat soort standen. Dat is, je kan zien dat het aangeraakt is door mensen. Want overal zijn bomen gekapt en zijn wegen gezet. En het is een mooi stuk natuur daar zo. Maar om eerlijk te zijn, dit is veel, veel mooier. Dit lijkt gewoon veel mooier. Open vlaktes, dichte begroeiing van bos. Een aap die gaat vliegen met een quad. Het kan niet beter. Over aap gevlogen met quad trouwens. Oh, look at that monkey in his wild habitat. A monkey in his wild habitat. Een monkey in wild habitat. Wij gaan nog even doorvliegen en hopen dat we ook mooie beelden krijgen. Maar daar gaan we wel vanuit. Hoop ik. Wat een herrie maakt dat ding ook. Vliegtuig, hoogte 200 meter denk ik. Er vliegen hier ook wel veel vliegtuigen by the way, dus daar moet ik voor uitkijken. Maar dat komt wel goed. Hoop ik. Oh. Waar? Oh, hier zo. Ik kan het spul alleen mijn auto laten liggen. Ja, kijk, eerst. Om nou nog te gaan vliegen is ook niet echt een idee. Dus we gaan nou even die kant oplopen. De uitkijktoren die we zagen. Even kijken wat het is. En dan misschien dat we een plek vinden om volgende keer te vliegen. Oh, moeten we weer lopen. Ugh.
Zo, we zijn inmiddels alweer thuis. Het is de volgende dag. Het is zondag, dus ik ga ook zo slapen. Het was een goede dag, het was ongelooflijk lekker weer. En ik heb mijn kamer de hele dag al een beetje lopen verbouwen. Nou ja, op vanmiddag dan na, want toen was ik eigenlijk weg. Wat heb ik gedaan? Ik zit nou bijna met mijn neus tegen de muur aan. Ik heb de lampen vast aan de muur zitten. Ik heb al mijn camera-spullen van die kant van de kamer achter mijn desk zitten. Dus het is nou heel mooi. Ik kijk naar mijn desk, terwijl ik mijn camera-spullen gewoon achter mijn desk heb staan. Gewoon omdat alles nou makkelijker te bereiken is. Want ik loop 10.000 keer heen en weer om mijn camera-spullen te pakken. Of een SD-kaartje of een SD-kaartje adapter of whatever dan ook. Nou heb ik alles achter me liggen. Nou draai ik me gewoon om en ik ben er. Hoe? Gewoon zo. Zoals ik al zei, mijn tv en zo staat nu allemaal daar. Moeilijk te zien, I don't care. Kast en kledingkast staan allemaal gewoon daar. Dat is allemaal nog hetzelfde. De tv die stond eerst hier zo met de tv-meubel. Staat nu daar. Maar dit is dus allemaal nieuw. Lampen vast aan de muur zitten. Geeft goede licht. Kan ik hier zo video's maken ook. Ik heb al mijn camera spullen hier liggen. Gimbal en alles ligt daaronder nog. Dat ligt daar allemaal nog onder. Twee tassen, cover. Maakt niet uit. Schoenen staan daar. Dus de gimbal, nog wat camera spullen, tripods. De rest staat allemaal onder. En de camera spullen, steadycam, drone, camera's, accu's, kleine dingetjes zoals de SD-kaart, adapters daar, zo'n microfoon, ND-filters, timelapse rotor en nog wat andere dingen. Dus dit is mijn nieuwe werkplek. Dus ja, dit is een beetje mijn nieuwe werkplek. Het betekent dat ik mijn camera lekker kwijt kan, maar beide handen vrij heb. Aan die kant ook, maar... Nou heb ik alles in één rij. Ik draai me om. En ik zit bij mijn desk. En ik kom weer terug. En ik kan mijn camera spullen pakken. Zoals de GoPro. Of als ik wat anders nodig heb. Bijvoorbeeld de Canon. De Canon kan ik zo pakken. Dit kan ik zo pakken. Flip je omhoog. En het is zover. Dus ja. Dit werkt een heel stuk mooier. Ik heb al mijn camera spullen nou op één tafel. Op één plek staan. En alles wat ik niet gebruik. Kleding en zo heb ik daar allemaal liggen. I don't care. Dus nou heb ik een beetje... Ik heb allemaal van die balken in mijn kamer, wat je ziet. Dat is een groene, dat is eentje. Hierboven mij zit er eentje. En hiernaast mij zit er nog eentje. Dat zijn bij eigenlijk ongeveer 1,5 meter. Dus heb ik 1,5 meter, dus 3 meter, 4,5 meter. 4,5 à 5 meter lang is mijn kamer. En waarvan nu 1,5 meter echt mijn werkplek is. Een beetje schuin, die kant op. Want mijn desk is iets langer dan eigenlijk die balk is. Die is 2 meter, dus... Ja. Dus dit is nou mijn werkplek. Living room. Een soort van tv en alles staat daar. Bed staat daar. Kleding staat daar. Dus ik heb nou echt een beetje een werkplek gecreëerd in mijn eigen kamer. En dit is nou echt mijn studio. My man cave. Mijn studio. Mijn werkplek. This is where magic happens. Zowel hier als in bed. This is where magic happens. Je weet wel waar ik het over heb. Dus het is eigenlijk... Hoe ik nou werk, als je me zo ziet, dan zie je inderdaad mijn spullen achter me liggen. In plaats van de tv die in de weg staat. Ik heb Big Green nog wel altijd hangen. Die blijft ook hangen. Big Green blijft er ook gewoon hangen. Dat is mijn supporter. Nee, mascotte. Big Green is mijn mascotte. Het is eigenlijk een soort groen druppeltje. Ik vind hem wel vet. Ik heb er allemaal onder. Voor de rest heb ik de bestcam al op mijn plek. Ik heb in sommige laadjes nog wat camera spullen liggen. Ik heb daaronder ook nog een ding met laadjes staan. Daar zitten nog wat kabels en zo in. Dus alles goed georganiseerd, alles goed opgeborgen. Het is goed zo. Dus alles is mooi en hier blijf ik het ook wel even bij voor vandaag. Dus in ieder geval, ik hoop dat je de vlog leuk vond. Laat weten met een duimpje omhoog. En dan hoop ik je in principe volgende keer weer te zien. Dus ik zou zeggen, geniet weer dag, middag, nacht, avond, nog wat je dan doet. En dan zeg ik tot de volgende video. Jongens, meisjes. Aloha. See ya.